D66 heeft zich in de gemeenteraad uitgesproken voor sloop van het gebouw van de Voorste Venne. D66 begrijpt dat deze voorgenomen sloop grote reacties kan oproepen, variërend van nostalgie, sentimentaliteit tot boosheid. In deze videofilm laat D66 zien welke argumenten er zijn voor de sloop van de Voorste Venne. Ons lid Tim Vos ondervraagt fractievoorzitter Han Vonk. Han, in de pers is nogal wat commotie ontstaan over het voorstel van D66 om de Voorste Venne te slopen en dus geen nieuwbouw te plegen. Leg eens uit, hoe zit dat? Ja, D66 wil inderdaad de Voorste Venne slopen, omdat de 5 miljoen euro die ervoor gereserveerd is, te weinig is om een goed cultureel centrum weer op te bouwen. Want het pand vertoont heel veel gebreken. Het geld, die 5 miljoen euro die daarvoor staat, ben je alleen al kwijt om het pand op te knappen. En dan heb je eigenlijk nog niks. Dus wij denken van, kun je beter slopen en dan iets anders doen met die grond. Wat moet er gebeuren met de organisaties die nu in de Voorste Venne zitten, Han? Daar is eigenlijk nog nooit goed over nagedacht. Maar wij hebben daar zelf wel ideeën over, ook al is dat niet onze taak, om de alternatieven te zoeken voor de organisaties die erin zitten. Maar ja, er zijn plekken in Drunen voldoende. Bijvoorbeeld de wegwijzer komt vrij. Er zijn een aantal lokalen bij het Doetermond College die waarschijnlijk vrijkomen. Ze hebben daar zelfs horecagelegenheid. Plus een mooie aula waar ook optredens plaats kunnen vinden. Dus we denken eigenlijk dat er voldoende plaats is in Drunen. Heeft D66 wel nagedacht over de herbestemming van het terrein van de Voorste Venne? Ja, daar hebben we over nagedacht. Ons idee is dat er sociale woningbouw zou kunnen plaatsvinden. Op dit moment is er een tekort aan goedkope huurhuizen in de gemeente. Ook goedkope starterswoningen zijn er niet. En wellicht kunnen we die daar bouwen op die plek. Gaat de gemeente ook bijdragen aan huisvesting van de Voorste Venne, de Alef en Hunehof? Wat D66 betreft niet, want we hebben 2 jaar geleden accommodatiesubsidie afgeschaft als raad. En ik vind dat dat geldt voor die organisaties natuurlijk ook. Dan kunnen wij hen niet huisvestingskosten gaan vergoeden en subsidiëren en bij andere verenigingen en stichtingen niet. Dus ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Hoe zit het met de centjes, Han? Er is 5 miljoen gereserveerd. We hebben het geregeld gehoord. Kun jij mij uitleggen waarvoor precies? Ja, die 5 miljoen euro is gereserveerd alleen voor het pand. Achterstallig onderhoud moet weggewerkt worden. Het pand is gebouwd begin 70, dus de elektrische installatie plus alle andere technische installaties zijn versleten. Dat moet ook vervangen worden. In die tijd dacht men niet na over isolatie of wat dan ook. Ja, de huurders stoken zich nou arm. En als je dat allemaal op tip-top in orde wil maken, dan ben je die 5 miljoen euro kwijt. En misschien zelfs nog wel meer, want ik betwijfel of het überhaupt genoeg is. Han, tijdens de raadsvergadering liet je iets doorklinken. Als second best oplossing zou ook nog wel wat zijn. Als een partij met een goed alternatief komt, dan zijn wij niet te beroerd om daarin mee te denken. Nou, wij denken dat 5 miljoen euro te weinig zal zijn, blijkt uit alle onderzoeken, om er een mooi cultureel centrum van te maken, waar ontmoeten en cultuur bij elkaar komen.
helaas. Maar er zijn voldoende alternatieven voor binnen Drune. En die kunnen ook gevonden worden. Maar stel dat iemand komt met een goed plan, dat past binnen de kaders, dan zijn wij de eerste die willen meedenken. Geef D66 wel om cultuur en kunst? Zijn jullie die niet aan het verkwanselen nu? We dragen de cultuur en kunst een warm hart toe. Voor iedereen is dat belangrijk. We steken onze nek er ook vooruit als het nodig is. Creatief Centrum Heusen is daar een goed voorbeeld van. En nee, we verkwanselen het niet.